Paarden betekenen voor mij gewoon echt vriendschap en liefde en plezier. Paard is gewoon een prachtig dier, een edel dier, maar ze zijn ook intelligent. Here we go. En het is ontzettend leuk om met paard sport te bedrijven, om met een paard te springen, dressuurrijden. Want ja, dan ben je echt een team, hè, met z'n tweetjes. Je bent echt nieuwsgierig. Kijk nou. Ik had eerst een sportstal, dus echt het inkopen van paarden en paarden trainen en opleiden en dan eigenlijk upgraden en dan verkopen. Ik deed voornamelijk in dressuurpaarden, soms had ik wel eens een springpaard ook en de paarden gingen eigenlijk de hele wereld over. Jonge paarden die echt getalenteerd waren, die schommelden tussen de 15.000 en 30.000 euro. Hogere opgeleide paarden tussen de 30.000 en de 100.000 euro en dan daarboven paarden die op nationaal niveau lopen en ook echt veel kwaliteit hebben, die konden dan ook wel eens tussen de ton en de 3 ton zijn. Ja. Hey grote vriend, ik besloot eigenlijk te stoppen met het verkopen van die sportpaarden omdat ik steeds meer te maken kreeg met mensen met heel veel geld en onkunde en dat was echt niet altijd in het belang van de paarden. En daar begon ik steeds meer moeite mee te krijgen. Paarden verkopen aan mensen die er eigenlijk te weinig expertise of verstand van hebben. En het andere was, de crisis kwam natuurlijk. En dat hakte er ook wel behoorlijk in. En uiteindelijk was voor mij de reden om dan te stoppen. En ik wilde eigenlijk weer terug naar de basis. En vooral wat ik nu doe, hè, het richten op de kinderen, waar het allemaal mee begint. En vooral het plezier hebben met de paarden. Je moet hem eerst even helemaal goed schoonpoetsen, hè? Pijn onder het zadel. En anders doet het pijn onder het zadel. Heel goed voor jou. Het is eigenlijk wel een beetje mijn missie geworden. Om echt de kinderen te leren hoe je met een pony moet omgaan. Hè? En ook kinderen van jongs af aan al bijbrengen dat een paard of een pony geen scooter is waar je even opstapt en mee gaat scheuren. Nee, een paard en pony die hebben verzorging nodig. Die hebben ook hun karakter. Een paard is een heel gevoelig dier. Dat vind ik ontzettend leuk, omdat ik me daar nu alweer helemaal mee bezig kan houden. En dat de paarden niet alleen maar een nummer zijn die zoveel mogelijk geld moeten opbrengen. En maar dat je echt weer een band hebt met de dieren. Zo, even andere been licht rijden, meiden. Toen wij de manege kochten, toen was de manege echt zwaar verliesgevend. Daar moest ieder jaar echt een heel groot bedrag bij. En ik ben nu op het punt aangekomen dat ik break-even draai, zeg maar. En dan hoop ik dat we volgend jaar een klein beetje winst kunnen gaan maken. Als je hier niet een enorme passie voor hebt, dan begin je niet aan, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Maar als je iets met passie doet, dan heb je er ook wel heel veel voor over. Dus dan, en je krijgt er dus heel veel voor terug, hè. Dit is leuk. Ik denk dat dit een goede stap is geweest, dat we deze manege zijn begonnen. Ik werk hier met een heel gemotiveerd team en we doen het met elkaar en het is echt heel erg leuk. En nou ga ik met de kinderen lekker even nog een bosritje maken. De natuur in!